Elke dag, vroeg in de morgen, fietst beeldend kunstenaar Sietse Jonker van zijn huis naar zijn atelier dat gelegen is in een gewone woonwijk van Leeuwarden. Als een soort monnik werkt Sietse daar aan zijn oeuvre van schilderijen, ver weg van de drukte van de wereld. Voor de kunstenaar verandert het bescheiden atelier in een wonderlijk land dat grenst aan een andere wereld. Sietse heeft na zijn studie aan de Kunstacademie uitstapjes gemaakt naar diverse stijlen en de laatste jaren is hij uitermate geboeid door het fenomeen stilleven. Met name het meditatieve en de rust die een stilleven met zich mee kan brengen, fascineert Sietse Jonker. De microwereld van het stilleven kan een vertaalslag zijn naar de waarheden die zich afspelen in het grotere geheel. Het teken- en schilderproces gebeurt naar de waarneming, zonder tussenkomst van allerlei media, zodat een persoonlijke en gevoelige kijk op de werkelijkheid wordt gewaarborgd. Dit proces is met de meeste zorg door de jaren heen ontwikkeld, met vallen en opstaan, en zet zich voort tot in de huidige tijd. Hoewel Sietse Jonker op een afgewogen manier werkt, gedetailleerd en realistisch, wordt er getracht juist door het zichtbare heen het onzichtbare te laten zien. In dezelfde mate dat in een roman tussen de regels door de gevoelens te peilen zijn van de personages, zo probeert Sietse Jonker schilderingen te scheppen die tussen de waarneembare werkelijkheid door de niet zichtbare werkelijkheid doet openbaren. Een schilderij is volgens Sietse een kijkvenster met het uitzicht op een andere wereld, alwaar de kunstenaar een andere realiteit of een andere denktrand zichtbaar kan maken. De kunstenaar openbaart als het ware. De schilderijen van Sietse Jonker zijn te zien in verschillende gerenommeerde galeries. Zijn werken hebben reeds hun weg gevonden naar vele particuliere als ook bedrijfscollecties, zowel in het binnen- als in het buitenland.